Belmer en zo. Vandaag zijn we op het Beursplein bij de demonstratie tegen Zwarte Piet. Ik vind het belangrijk om vandaag aanwezig te zijn, omdat ik denk dat elke Nederlander heeft recht op een vrije meningsuiting. En nou, de symbool Zwarte Piet, dat zegt eigenlijk het tegenovergestelde, dat je geen rechten hebt en geen plichten. Het is een oude symbool van vroeger en dat moet gewoon weg. Dit land is heeft nog nooit nagedacht over race. They never thought about what race really means. Vooral nu echt heel Nederland zich ongeveer tegen deze groep heeft gekeerd. En niet wil inzien dat het er niet om gaat dat wij mensen racisten noemen. Maar dat het Zwarte Piet een racistische karikatuur is die we gewoon niet meer kunnen tolereren. Het is super belangrijk dat we beseffen dat het gaat niet over Zwarte Piet. This is nothing about Zwarte Piet. Zwarte Piet is one example that's just showing what a racist, white supremacist country this is. Het laat zien dat de inzet om een betere Nederland voor onze kinderen na te laten niet berust in een paar handen. Maar iedereen die hier was, zet zich op deze manier in voor een betere Nederland, een betere morgen voor ons allen. En ik ben blij dat ik onder deel van mocht worden. Dit gaat om bondgenootschappen, dit gaat om solidariteit voorbij de kleurlijn. Dit gaat om het accepteren dat racisme in 2013 in Nederland niet meer kan. En het is fantastisch dat 2 jaar geleden Quincy en Knowledge met 2 personen in Dordrecht zaten. En 2 jaar later met 200, 300, 400 mensen hier op de Beursplein. Dat laat zien waar we naartoe gaan. We willen 1 ding en dat is stop racisme, verbied Zwarte Piet. En daarom zeg ik Amandla! 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 Ik ben helemaal voor een andere Piet. Zwarte Piet willen we niet! Zwarte Piet willen we niet! Black Piet is a symptom of a problem of structural racism in the Netherlands. People don't understand what racism is and so they ignore it and they pretend it's not there. Mijn naam is Patrick Mathurin, maar ik ben de echte Sinterklaas. De werkelijke Sint-Nicolaas was een bruine man, een Europese Moor. Dus willen we het feest werkelijk met trots vieren, zou ik zeggen. Oké, we kunnen wachten totdat iedereen Zwarte Piet gaat afschaffen, maar dat heeft veel belangen. Dus waarom draaien we het niet gewoon om? Ik zing het al sinds 2013. En uiteindelijk zijn er ook nog vrouwelijke Sint erbij. En dan pas uiteindelijk zijn we allemaal vrij. Dus laten we allemaal een meid erop zetten. We kunnen niet ergens tegen zijn, maar laten we bedenken waar we voor zijn. We zijn voor de waarheid. Zwarte Piet kan niet. Beter niet. Gewoon roetvegen lijkt me toch? Dat is waar ze zeggen dat het vandaan komt. We kunnen heel makkelijk gewoon af van zwarte schmink, af van de afro. Zodat alle verwijzingen naar slavernij, dat die gewoon weg zijn. Sinterklaas, kom er even bij. Sint-Nicolaas, kom er even bij. U ziet het. Sinterklaas is er al. Jongens, maak er een feest van en laat die kinderen met rust. Oké? Ook jij mag je mening hebben. Dankjewel. Ja. Het is geen Amsterdams probleem. Het probleem verspreidt zich veel verder en ook in de... Buiten Amsterdam en de grote stadskernen zijn de Afro-Nederlanders nog meer in de minderheid. Ja. En daar wil ik eigenlijk wel aandacht op vestigen. En het is gewoon een historische dag waar ik echt blij ben dat ik erbij ben. Hier de intolerante reacties die mensen uiten naar mensen die tegen Zwarte Piet zijn. En zo kan je zien dat mensen hier bedreigd zijn. Simpelweg omdat ze een foto hebben met Zwarte Piet is racisme. Dat ze het land uitgestuurd worden simpelweg omdat ze tegen het aanhoudende racistische onderdrukking zijn. Dat wordt allemaal hier vertoond en dit is ook allemaal terug te vinden op Facebook. Zwarte Piet mag niet! Zwarte Piet mag niet! Weg met Zwarte Piet! Weg met Zwarte Piet! Beliet Zwarte Piet! We kwamen dus met de actiegroep Zwarte Piet niet. Het was eigenlijk geen actiegroep. Eigenlijk gewoon een groep mensen, verschillende mensen die tegen mij zeiden van Erinjo, we moeten verandering brengen. Ik zei, weet je wat?
We plannen een datum. Ik heb iedereen bij elkaar geroepen. We hebben gezeten. We hebben een aantal meetings georganiseerd. Waarin we tot de conclusie kwamen dat we een campagne moeten organiseren. Maar dat we ook gewoon heel concreet stappen moeten nemen. En heel snel moeten handelen. En dat is een van die snelle handelingen is de demonstraties van vandaag geweest. Moet het niet keer op keer op ons neus worden gedrukt dat onze voorouders de racistische onderdrukking hebben moeten meeleven. En daarom moet het Zwarte Piet veranderen. Het is blackface. En als je dat ontkent, dan leef je in een of andere kleinburgerlijke, kleinzielige planeet, vind ik. Dus we moeten er gewoon vanaf. Zoals een vriend van mij heel goed verwoordde. Denk je nou echt, dat is ik niet, elke week uit mijn auto werd gehaald en preventief werd gefouilleerd, want dat heet etnische profilering, omdat ik een Afro-Surinamer ben met een hele dure auto, als dat niet elk weekend zou gebeuren, denk je dan echt dat ik me inderdaad zorgen zou maken om een gezellige blackface-karikatuur waar we misschien met z'n allen kunnen lachen? Nee, zou die zich geen zorgen maken. Maar dat is de realiteit. Dat is de realiteit van institutioneel racisme. Het zit door de hele maatschappij verweven. En ik weet, oh, dat is een heel gevaarlijk woord. Maar that is the fact. I think that today is a wonderful way to not only make a statement to the Netherlands, but to the rest of the world that people are not going to tolerate injustice. They're not going to tolerate oppression. They're not going to tolerate racism in this country any longer. Ik heb hier al 43 jaar op gewacht. Ik ben blij dat de jeugd... het nu aanpak en ze doen het leuk. Wie had ooit gedacht dat 50 jaar geleden, toen we over dit soort dingen spraken, dat die jonge generatie het zo op zou nemen? Ik ben zo trots op jullie. Zo goddelijk. Sowieso heb ik altijd al gezegd, mijn kinderen gaan niet aan Sinterklaas doen als Zwarte Piet erbij zit. Want ik vind niet dat we onszelf moeten onderdrukken door mee te gaan doen aan dit feest. Wat ik ook vind is dat jongeren die zeggen, ja Zwarte Piet, jullie moeten niet zo zeuren, we zijn in hun land. Dat is niet waar. Wij betalen ook belasting, wij zijn hier ook gekomen, dus wij hebben ook recht om wat te zetten. En zo komen we langzaam aan het einde van een bijzondere, maar vooral een historische middag. Een middag waarop honderden mensen samen zijn gekomen voor het eerst in de historie van Nederland, om gezamenlijk ons gezicht te laten zien en onze stem te laten horen tegen dit racistische feest. Maar dat is het, een racistisch feest. De movement Zwarte Piet Niet, die strijdt tegen een Sinterklaasfeest zonder koloniaal bijsmaak eigenlijk. En daar hoort een racistische karikatuur van Zwarte Piet hoort daar niet bij. En ik ben heel blij dat het heel vreedzaam is verlopen. Het was intelligent, het was intellectueel, het was positief. En geen één po-nieuws motherfucker kan hierin knippen om er iets negatiefs van te maken. Het is echt alleen maar love. Namens ZPN wil ik iedereen bedanken, want ze hebben laten zien dat we 1. Een gezicht hebben, 2. Dat we een stem hebben en 3. Dat er mensen zijn die tegen Zwarte Piet zijn. En dit is nog maar het begin. Een demonstratie is de eerste stap in deze bestrijding tegen racisme. Je hoort van ons, je hoort van ons.